Nou, de mogelijkheden lagen er wel om of naar Den Haag te gaan of naar het buitenland, Spanje, Turkije. Nou, Den Haag, ja, daar zitten we al, hebben we al 3 keer gezeten in de voorbereiding, dus dat heb ik dan wel een beetje gezien. En het buitenland vond ik toch, dan ben je veel aan het reizen, waar je kostbare tijd mist. En ik had ook wat gevoel heel erg van, oké, we kunnen in Venlo prima trainen. Het veld is goed, het weer is goed. Het scheelt de club ook veel geld dat we niet naar het buitenland gaan. En ja, dan hou je het gewoon lekker dichtbij. We zijn wel hier 4 dagen lekker met elkaar. Dat wel, dat vind ik dan wel belangrijk. Maar ja, voor mij was het geen noodzaak om dit keer heel ver weg te gaan.